direct. Directly to category, you. Just chatting, I guess. Yep. Yeah, inderdaad. Of Pokémon. Yeah. Nah, let's do just Pokémon. Nou, waarschijnlijk voornamelijk over let's Pokemon, do let's go. Oh, there it is. Konnichiwa. I'm Ishihara from the Pokémon Company. Even mij op de achter. Sup? Today, let's go. I would like to provide the latest news about the Pokémon Sword and Pokémon Shield game. On twitch.tv/Nintendo. To begin, please take a look at this video. Alright, let's go. Pokémon Direct. Remind me. Alright, alright, looks good, looks good. Okay, not bad. Yay! I choose you! Starters that we know of. That one of you, but... This song though. Hey, yeah. Pokemon! New one. Oh, wow! They look pretty good. Next up, we'll pick Vega. Out of nowhere. Oh, damn. Okay, we're gonna open the Twitch chat of this stream as well. The Pogs are real. He's new. Ooh, damn. Electric Birdo! Ooh, frame rate. Ouch. Hurts. Oof. Ze lopen rond! Hele kleine! Ze lopen rond! Nice! Open world. Yes! Oké, okay, dat is yes. Devil? Yes. Dat is alles wat ik wilde. Wat is dat dan? What is... Oh, is dat een online portal? Ik denk het. Raids? Yup. Team battles. Oh, that's super effective. Oh, okay. Sure. Okay. What the fuck? I am Omega Strong. And then capture it. Yoink. Giant Pokémon? Nee, dat is de nieuwe betekenis van Mega Evolution. Ja. Oh, dit is de arena. Oké, dit is een nieuwe. Dit is heel anime. Het is gewoon een heel nieuw battle mechanism. Ja. Monka S. Monka S, inderdaad. What the F are they thinking? Ja, mix Pokémon Go en normaal, hè? Sup? That looks like a champion. Definitely. Yeah, with a Charizard at least. Oh, normal people. Hello, ugh. I'm Masuda from ugh. Game Freak. Hi, I'm Omori from Game Freak. Oh, what Mori. Did you think of the video? Today, we would like to deliver the latest news on Pokémon Sword and Pokémon Shield to all of you around the world, right here from Game Freak's offices, where development is underway. Move chat, okay. There you go. Okay. You can take on the role of the main character, who resides in the Galar region. Yep, after yep. choosing Grookey, Scorbunny, or Sobble as your first partner Pokémon, you will embark on an adventure to become the champion. Your journey will take you through vast and lush grasslands, towns in which you will find humans and Pokémon working together, and many other locations filled with rich personality. This looks really good. Mm-hmm. Pokémon battles are the most popular form of entertainment in the Galar region. Stadiums across the Galar region are frequently filled with cheering crowds that have gathered to witness battles between gym leaders and challengers. The excitement of these battles is often broadcast on television in the Galar region as well. Yep, esports, baby. The most exciting part of visiting a new region is, of course, encountering Pokémon that you've never seen before. To tell you more about some of the Pokémon that reside in the Galar region, I'd like to hand it over to James, the art director on these games. Yes, James Turner! Ooh, that's... Hello. I'm James Turner from Game Freak.
I worked as the art director for these games. There are a lot of never-before-seen Pokémon that await you in the Galar region, but allow me to introduce you to just a few of them. All right, give me some Pokémon names. The first Pokémon I'd like to show you is Wooloo. This Pokémon's defining characteristic is its fluffy fur, which is treasured by weavers in a town in the Galar region. What's for normal? Use it to craft popular specialty goods. This Pokémon here is Gossifleur. The flowering Pokémon. Not a fairy. Gossifleur favors places with clean air and water, and its pollen is said to have healing properties. Healing properties. This fairy next Pokémon is called Dreadnought. Oh, I like that name. The sharp and jagged edges of its jaw allow it to bite off chunks of rock and iron. Its vicious nature makes it a difficult Pokémon to tame for all but the most experienced trainers. Yeah, yeah. This Pokémon that can be seen flying steadily through the sky is called Corviknight. Oh wow, that's cool. Skills to use steel, when maybe? Working as a flying taxi, electric at least, which will take the player back to any town he or she has previously visited. Ooh, that's sick. As many of you already know, some Pokémon can evolve, changing their appearance and becoming stronger in the process. All right, show me evolution. Is one of these Pokémon. When Gossifleur evolves, Yep. Yeah. It becomes Eldegoss. Eldegoss. I know that. Eldegoss. As Belossum, you can see, there are now small seeds scattered across its fuzzy head. Een hele grote skipbloem. Yeah. These seeds are said to promote growth in plants and can revitalize it is the Afro both people and Pokémon. Samen met Boefaland. That's all I can show you this time. There are lots more Pokémon living in the Galar region for you to discover. Of course, you can look forward to finding many Pokémon you're already familiar with. Exu! I hope you're as excited as we are to encounter the amazing variety of those designs look pretty good. Inhabit the Galar region. Not gonna lie. And Nidoking gaat sowieso mee. Nidoking mag meeting lots of Pokémon is one of the thrills of the adventure. And where you will find the widest variety of Pokémon amazing. Out of anywhere in the Galar region is in a place called the Wild Area. The Wild Area. This is a wild area, stretches between cities, and is filled with abundant nature PvP as far area? As the eye can see. Different Pokémon can appear depending on where you are and what the weather is like, meaning there will be new discoveries for you each day. Okay. Some of you may already have noticed, but while adventuring through this area, you have control over the camera, allowing full you to better 3D. Search for actual items full and 3D. Search full 3D. In the tall grass, in the skies above, and even in the lakes. That's best but you never know what you might find. First full 3D in Pokemon, certain mainline locations Pokemon in the Galar region, nice. A new phenomenon can be triggered that makes a Pokemon giant in size and gives it incredible strength. This phenomenon is called Dynamaxing. Dynamaxing opens up new possibilities in the heated battles performed by trainers and their Pokémon. Just getting swole. For more details, I would like to turn it over to Iwao, the planning director for the games. It's an actual it was altijd al RPG, maar nu is er eentje met 3D elementen. Eindelijk. Fucking the 3DS hield dat zo lang tegen. Hi, I'm Iwao from Game Freak and the planning director for Pokémon. Yeah, played on PC, of course Shield. Not. Oh, it's gonna be switches. Let me tell you more about the new Dynamax feature, which will surely bring about all new strategies to Pokemon battles. Op achtergrond. Die water Pokemon. Dynamax. Pokemon from the Galar region can Dynamax to not only become Max size, but also boost their Max power. Max Guard. Was dit Pokemon Go? Volgens mij zit gewoon een nieuwe Z move of zo. All the moves in the game turn into powerful Max moves. Max moves. The new methode. Dynamaxing can be used once per battle. However, the Pokemon will revert to normal after 3 turns. 3 turns? So, you need to choose wisely when to trigger it. Mastering Dynamax will be key to becoming a full-fledged Pokemon three turns trainer in these games. Remember that wild area we told you about? One if you turn, connect to other players, move, you'll dus... find more ways to play yeah. them. Zou dan 2 turns dan beter zijn?
I think. One of these new multiplayer features is called Max Race Battles, in which four Pokemon trainers can join forces to challenge wild Dynamax Pokemon. Accessories? Oh shit. Yeah, accessories. In Max Raid Battles, the wild Dynamax Pokemon keeps its giant form for the entire battle. Online. Not only that, it also has special powers that make it an extremely formidable opponent. Only one of these four players who have teamed up for the Max Raid Battle will be able to Dynamax their Pokemon in each battle. So coordinating with your team will be crucial when taking on these powerful wild Pokemon. Yeah, dan krijg je dat. Please, beware the hug. If you and your allies manage to emerge victorious, Pokemon you will get a chance to capture the Pokemon in a truly dynamic catch sequence. Ha ha. The Pokemon that you can take on in Max Raid battles also vary depending on where you are in the wild area and the state of the weather. What? Among these different Pokemon are some that can only be caught after you defeat them in Max Raid battles. So we hope trainers will join forces and test their skills against a variety of Pokemon. Raid exclusives. That's so cool. Max Raid Battles feature strategic cooperative four-player gameplay against a single Pokemon, which is a first for the main series of Pokemon games. It is. It's going to be a ton of fun to use your Nintendo Switch system's local wireless functionality to tackle these battles with friends in person and experience the excitement together. You can also connect with other players over the internet to enjoy playing with other trainers from all around the world. I said local wireless and it was just one. Please make it online. Please, Nintendo, don't be retarded. Wat wil je voorstellen? Nee, dat is Ike. Lol. Maar nou, je kan het alleen local wireless doen, net als bij Mario Maker. Oh ja. Sukkeltjes. This guy is the greatest trainer in the Galar region. Dit is de champion. Also the current champion. His name is Leon. Hey Leon. In a region where Pokemon battles are so widely enjoyed, his undefeated record in official matches is all the more incredible. Tuurlijk heeft hij een Charizard. His popularity is only enhanced by his shining personality, winning him the adoration of trainers across the region. It's no exaggeration to say that he is the most prominent trainer in all of Galar. The champion has a younger brother, who also happens to be one of your rivals. Oh, of course. His name is Hop. Hop dreams to only become champion, just like his elder brother. And he trains vigorously every day towards this goal. The chat talk. Hop, little. Hop, hop. His journey through the Galar region begins on the same day as yours. I'm opening this chat again. Moet je zo'n mutsje dragen? Ik hoop dat je hem af kan doen. On your journey, you and Hop will receive a great deal of support from these two characters. Professor Magnolia is the professor of the Galar region and specializes in researching the Dynamax phenomenon. Hey, it's a flower. Sonia is her granddaughter and also serves as her assistant. Their abundant wisdom and sound advice will surely come in handy throughout your adventure. I can already see the real 34s. Yeah, Sonia is already... What? Next, I would like to talk about the Pokemon gyms in the Galar region. Yeah, tell me about the gyms. You and your rival will need to take on the Pokemon gyms throughout the region. Okay, those look like actual your gyms goal for once. Becoming champion. Mm-hmm. Look cool. Football stadium. Let's These go. These gym stadiums are Met public and all very special locations that allow and for the Pokemon crowd to be goes wild. The gym leaders also have extremely powerful Dynamax Pokemon on their teams, so you will need to counter them with some of your own. Nou ja, gaat poep gooien. Hallo. Battles between two Dynamax Pokémon are explosive. Cause the energy and excitement in the stadium. Moet je even inbeelden wat voor verzekering het publiek moet hebben om hier te mogen kijken. Eén move gaat mis. Let helft van het publiek gym leaders to you. Ah shit. This is the grass type expert Milo. You killed me. Milo. This gym leader is all about enjoying battles alongside his trustworthy Pokémon. And oh, you yeah. will have to overcome his nose. Tenacious fighting style. No nose, yeah, that's the good chat. Voldemort. I'm well look nose, forward to you facing see. Many more heated battles against gym leaders over the course of your adventure. Zolang ik het publiek kan zien tijdens de battle. We've shown off quite a bit today. But I have one more video I would like you to see. Moet lopen en andere Please take a look. Misschien moet je iets voor ze doen voordat ze willen vechten vaak. Ja. Oké, wat is dit? Cutscene. Well, legendary footage. This could be legendary, yeah. Yeah, that's legendary. Yes, that's a legendary. Hey, that's a Solgaleoof. That's a doggo. It's a doggo. Come on, Digimon. That's Suicune. Edward, that's Sword and Shield, hello. Yeah.
actual Sword and Shield. Yeah. Solgaleo. Nee, dit is Solga Shieldo. En dat is Solga Swordo. En samen fuseren ze tot Nightman. Nightman. Klopt, ze lijken op Digimon. Het is gewoon een Digimon. Sowieso, they fuse together. Yeah. Dude, the Pokemon gun. The two Pokemon you saw in the video just now are in fact legendary Pokemon of the Galar region. Okay. Called Zacian and Zamazenta. Zacian? Okay. Okay. Look forward to discovering for yourself just what role Zacian and Zamazenta will play. Maar waarom heeft hij een schild in zijn bek? Geef hem gewoon een kerel die daadwerkelijk gewoon een makkere samurai van ofzo. I hope you enjoyed today's Pokemon Direct. Dark Souls, Dark Souls inspiration. What we today is just a small part of what you will find in Pokemon Sword and Pokemon Shield. Ik hoop dat die grote witte wolf met het zwaard in zijn bek. Yeah. Mm-hmm. There are many more Pokemon and interesting characters for you to discover in the Galar region. Hmm. We're putting everything we've got here at Game Freak into making Pokemon Sword and Pokemon Shield, a game that everyone around the world will enjoy. Please look forward to it. Ga weg! Ga weg! Snel, ga maar weg! Hey, thanks doei. To all of our guests from Game Freak. Finally, I would like to announce the release date. Oh, release date. Pokemon Sword and 15 Pokemon November. Shield Let's go. Will be available November. On November 15th, 2019 as a global simultaneous release. Okay. And starting today, the you double can pre-order pack a special Russia. Double pack. Ooh, the three Stay tuned for more information. I hope you will look forward to your new Pokemon adventure in the Galar region. Alright, hoe gaat Nintendo de online verpesten? Thank you for watching. Place your bets. Mm-hmm. Nou ja, Game Freak doet altijd redelijk zijn eigen ding erin. Misschien is dat voor een verandering. Online is... Nou, ik hoop in ieder geval dat ze de lag bij battles hadden gefixt. Double battles op 3DS was zo laggy. Ja, maar het is maar die wel hardware was ook outdated as shit. In ieder geval voor internet, en gelukkig kun je reeds wel met z'n vieren doen online in plaats van online, local. Oef, they had me for a minute. En dan ook in principe online battles en natuurlijk trading, dus dat zou ook wel goed te zijn. Oké, hoe Sword, hoe Shield. Ik ben benieuwd, waarom ze jullie deze double pack gaan aanbieden? Ja. Daar vraag ik me wel even af. Drop 100 euro voor twee games die exact hetzelfde zijn, behalve de Legendary en drie Pokémon. Ik kan het wel voorstellen dat het leuk is als een stijl. Misschien kunnen we, als het goedkoper is, kunnen we wel een dubbelpack halen en gewoon eentje aan iemand geven. En dan besparen we geld. Ja, dat is ook wel. Ja, dat kan wel. Saving dat money? Dat is wel een idee. Dat ik ben benieuwd. Dat is wel Galaxy Brain. Ik moet wel één ding zeggen. I've been burned now once before met Ultra Sun en Ultra Moon. Ik hoop niet dat ze nog handiger mee omgaan. Want anders ga ik... Moet je voorstellen, dat heb ik vaak genoeg gezegd, maar moet je voorstellen als Ultra Sun, Ultra Moon, als dat gewoon Sun en Moon was. Ja. Dan was het, wow, Pokémon is weer groot, wow, nu is het ervan, wow, you want money. Ja, dat is gewoon een update. Mm. Ja, had gewoon een extra update. Het was inderdaad een patch, gewoon een patch. Met extra patch. Met net andere content, maar vooral een patch. Ik bedoel, Black 2 en White 2, die waren echt geweldig. Dus ja, doe dan meer zoiets, zeg maar. Mm-hmm. Dat was het. Ik vind de Pokémon leuk en ik ben vooral blij met die open area. That's... Overworld 3D. Let's go was dat echt geweldig. 3D environment, free camera, control. Yay! Ik weet niet of het ook echt open gewoon world is, though. Het meest standaarde daaraan is letterlijk gewoon het rondlopen van wilde Pokémon. Yep. Ja. Ik vind... shiny chain, omdat je ze dan makkelijker ziet. En het is gewoon leuk. Dat geeft weer precies. Die wereld is leven. Levende. Dat is het vooral. Oh, dit is frame rate, though. But... Look at this. Snorend in het gras. Ride on in de woestijn. Super zwarte raaf. Vogel, elektrische eng ding. Elektrisch dark vogel. Go lurk in de donker. Gyarados in het water. Oh, die Duskull heb ik ook niet meer. Vriend! Wat is het? I like it. Maar waarom loopt hier gewoon waarom loopt hier gewoon een koffietafel langs? Ik bedoel, een Avaluk. Ik zag hem in. Een Avaluk. Hey, look! Wait for it. Wait for it. There it is.
Bijzettafeltje, it's here. Yep. Oh, je bent aan het terugkijken of zo. Ja, yeah, I'm just scrolling through. Have a look over here. De koffietafel. Maar de echte vraag is, is er genoeg trainer customization? Ja, moet wel. En moet wel. Of is het echt letterlijk, ga je liever golfen of speel je een doedelzak? En dat is het. Oi, mate. Ik heb het ook nog, hè. Volgens mij. Bitches, jullie moeten mij wel verslaan als champion. So ja, nou. In real life. Ja, of, waterfiets. Die waterfiets. Ja, ja, dat was wel lekker. The raids. Milo vind ik wel best wel heel cool design voor een gymleader. Laten we eens even naar deze battle moves kijken. Even kijken, welke move is, kan ik de move herkennen? Energy ball. Ik ben wel benieuwd wat we weten krijgen tussen de champion, de rival en één gymleader. Dat ziet eruit als Razor Leaf. Grote kans. Fight. Energy ball. Nee, maar het waren drie dingen en het was maar een beetje low level. Ja. Dat was waarschijnlijk Razor Leaf. Razor Leaf, het waren geen blaadjes. Wat waren er niet? Groen. Maar en op het moment dat het raakte, zag je blaadjes. Dus dat is ervan. Ja, of het is echt iets van Refresh of zo. Oké, wat is dit voor move? Dat is geen electric type move. Dit is gewoon Brave Bird. Ja, dat zal waarschijnlijk wel zo zijn. Ja, pretty sure dat is Brave Bird. Lijkt er altijd best wel zo. Want hij charge erin en dan heb je grote kaboom. Ja. Probably Brave Bird. Waarschijnlijk Braveheart, maar gedacht was eigenlijk eerder dat het Wildcharge of zo was. Wildcharge kan ook. Braveheart wordt vaak eerder met vuur neergezet in plaats van elektriciteit. Dan is de raid. Dit is Omega Raichu. Ik vond dat geweldig. Vooral hoe ze die Pokéball jeeten. En dit is een gym battle dan. Yep. Maar het is wel mooi. Dankzij Origins, ja. Is er een reden dat er altijd zoveel mensen naar gym battles komen kijken. Want die gyms, die stellen dat ze toch kennen. Ze stellen hun difficulty aan afhankelijk van hoeveel badges de trainer heeft. Ja. Oh, Dus je weet nooit wat voor niveau je gaat zien in zo'n stadion. Het kan ook gewoon een kerel zijn die voor zijn achtste badge komt en dan is het super hype. Dat klopt. Die van Milo vond ik wel echt. Maar gelukkig, Milo kan je van alles doen, hij zal het nooit ruiken. Dit is de Rotom Cam, for sure. Hij heeft wel een neus, alleen... Got your nose! You got your nose! Dat is eigenlijk voor je team. Ja, hij is net voordat hij meegevallen. De song is also a banger. Ik heb hem niet dansen. Here comes a brand new world! Sup? Ik heb een Charizard, want ik ben stoer. Yeah. Ik heb een grote pen. Laat me wel. Godverdomme. Nou ja, blij dat je het zegt. Oké, okay. Ik wil het niet tegen naaien. Oké, dus. Typing van... Hoe deze Gossifleur. Een fairy grass. Dat dacht ik ook. En de sheep. This Pokemon here sheep is Gossifleur. Most likely the normal. Gossifleur, dat ziet er gewoon uit als een nieuwe Floetten line. Een variatie erop. En sowieso... Zou er best gerelateerd kunnen zijn. Ja, het zijn allebei planten. Die evolutie is sowieso middle stage. Maar dit is gewoon een flower. Gossifleur, fleur, French voor flower. Ja, niet zo. Gossip? Zou kunnen. Wooloo is denk ik inderdaad gewoon de nieuwe Rattata. Maar dat vind ik juist wel een leuke Rattata. I love Wooloo. Ja, normal type Mareep, yep, pretty much. Ja, zou best kunnen. Misschien dat hij wel leuk is. Misschien is het een beetje een Nieuw-Zeeland inspiratie. And water. And its pollen is said to have maar het wordt ook UK setting. This next Pokémon is called Dreadnought. UK heeft ook altijd best wel schapen gehad. Dreadnought. Ik vind Dreadnought best wel cool. Dreadnought is dope. Ik denk alleen eerlijk gezegd... He looks like a turtle. It's like Water Dark, maybe? Water fighting? Water Dark, nee. Water Dark is like... Moet je bedenken als je daar rondloopt. Crawdon. Is alleen zijn schild in het water. Maar Water Dark à la Crawdon. Oké, op die manier zou het wel kunnen. Het is een beetje een bijtschildpad.
Die likes biting. En dus ja. Dat zijn dark moves, bite. Maar die leven toch ook veel meer op het land ook en zo? Ja, allebei. Maar Turtle is toch water? Is gewoon niet zo moeilijk. Of, ja, of het kan pure dark zijn. Ja, maar is het dan niet gewoon een tortoise? Of hoe heet dat? Zo'n landschildpad. Ja, ja maar dat is een klein verschil. Maar ik denk inderdaad water dark. Oh, weet, er is een tortoise-achtig ding die ground grass is. Door Terra. Ja, en je hebt eventueel ook Avaluk en zo. Maar dat is een koffietafel. Dat is een koffietafel. Ja, maar die hebben daar ook wat kenmerken van, laat ik het zo zeggen. Maar oké, maar ja, je likes nomming. So it's either fighting or dark. Ja. Nee, niet fighting, toch? No. Nee, sowieso niet fighting. Ik denk eerder dark. Ik denk dark. Steel? Ook nog wel. Oh, best kunnen. Color palette, hoor. Als je kijkt naar die, dat ding op zijn hoofd. And jagged edges of its jaw. Ja, dat is ook weer waar. Bite off chunks of rock and iron. En it likes to bite off chunks of rock and iron. Dus het kan ook gewoon een rock of iron type, steel type zijn, inderdaad. Yeah. A la Aggron eerder. Ja. Maar dark steel, die combinatie zie ik eigenlijk niet gebeuren. Dark steel, Bisharp style? Ja, yeah, alleen Bisharp, ja. Yeah. Volgens mij. It's like one low kick and you dead, son. Yeah. Vooral als die dat echt zo zwaar it's is. Vicious ja, je zag in zijn animatie hoe die stond als hij loopt. Ja, yeah, het is echt ook zwaar. He's a big, he's a chunky boy. This Pokemon that can be seen flying steadily through the sky is Corviknight looks so dope. Yeah, it's like dope. That's Honchkrow's cooler brother. Pretty much, yeah. Maar zou dat een laatste evolutie zijn? Of zou het een base zijn? Corviknight? Mid of de laatste? Ja, ik denk laatste. Of gewoon geen evolutie. It puts its skills to use when working as a flying later. En nu met al die... Ik denk dat die steel is, actually. Corviknight. Corviknight? Ja, hij ziet er heel erg slick als stylish uit. Met zijn... Beetje als armor, knight armor. Hij ziet, ja, zijn zwart is echt armor-achtige glans en shit. Dus zeg maar als een tegenpol van Skarmory dan. Ja, precies. Dus we take the place good typing. Om die Corviknight en de legendary tot die hele debat van... Corviknight is really nice. Some Pokémon can evolve. Hmm? Changing my Pokémon. That's all I can. En nu het balletje Eldegoss. Cotton Bloom, ja, een katoenballetje. Ja. Evolueert sowieso nog. Oh, dus hij is dark. Snap je hem? Eldegoss. Bloom. Nee. Nee. Niemand. Ik mis hem even. Los. Cotton plukken? Nee, niemand snapt het. Godverdomme! Ik wilde het niet zeggen, Vogel. Is dit een bit racist? Or... Jesus. That's racist, sir. Ik had echt zoiets van, ik ga dit niet zeggen. I feel bad for laughing. Ik wilde het ook niet zeggen, maar ik dacht iemand dat ik het verkeerd hoorde. Iemand moet het doen. Ik vind het heel cool. Ik moet even wennen aan de legendaries. Ja, ik ook. En ik vind ze wel gaaf, maar... Ze naar die derde. Ze zaten te teasen naar een derde, waar ze samen dan tegen vechten, net als de Crossma tegen Lunala. Dus daar is sowieso iets. Alleen ik moet wel even wennen aan de twee, maar ik vind... Ik vind het jammer dat ze zo op elkaar lijken. Normaal gesproken is het altijd twee verschillende en nu is het opeens eigenlijk gewoon praktisch dezelfde, alleen een beetje anders. Zijn naam vind ik heel cool, alleen qua design vind ik die Lucian veel beter. Let me make it. Ja. Zacian of zo. Super dope. Zacian en Zamazenta. Ja. Zamazenta vind ik een veel coolere naam. Ja, ik ook. Cool. Er zal waarschijnlijk wel een gedachtegang achter zitten natuurlijk. Ja, maar dat vogelen we dan wel uit. Ja, dat. Ik denk dat er een aantal mensen wel ermee mee gaan spelen, wat dat allemaal kan betekenen. Cool. Double Pack heeft een heel cool steelbook. Jotem. Alsof ik ooit iets met de steelbook van Fates heb gedaan. Ja, dat is waar. Maar dat is ook letterlijk gewoon een plek waar je de cartridge in kan doen. And that's it. And let's look at the legendaries. As you can again. See, there are now small seeds scattered across its their skills against a variety of Pokemon. Ja, dat is ook cool.
Oh ja. Players who have teamed up for the max raid, an extremely formidable opponent. Yeah, no, wireless functionality to tackle these battles with friends in person and experience. Wel cool dat ze dat ook aan James Turner gaven. Connect with other players over the internet. Player gameplay. These different Pokemon. Coordinating with your team. Key to becoming a full-fledged Pokemon. Man. Rotom Dex. Die thumbnail, deze preview laat niet zien wat ik te zien krijg. Wat is de timestamp voor de legendaries? Pokemon. Wireless gameplay. Counter. Defeated the region. Je moet Max Phenom. Mongolia. Rival. Coming champ. Also have Magnolia. En denk ik voor mij drie grote gebieden waar je wat Pokémon kan vinden. There we go. Hi. What's that? Ik just now are in fact very Pokemon of the Galar. Internal Surf forever. Region called Zacian and Zamazenta. Zacian en Zamazenta. Dat moet iets betekenen. Ja, tuurlijk. Inderdaad, net in het midden tussen die twee, tussen die torenstad en je hometown. Ja, gewoon de naam. De naam. Na die torenstad en dan na dat in de sneeuw. Oh ja, dat is ondersteboven UK. Ja. Als het dat is. Voor mij, als je goed kijkt, zie je drie gebieden waar waarschijnlijk je de Pokémon zo veel. Look forward to discovering for yourself just what role Zacian and Zamazenta will play in the story. In een desert. En ik eerlijk gezegd, ik zie op deze map eigenlijk niet echt veel desert. Nee, ik denk dat deze map ook een beetje is gestylized, hoor. Look forward to. Zie. Ik krijg ook heel erg Okami vibes van deze boys. Ja, dat sowieso. Kan wel. Cooler, maar Zamazenta heeft een beter. Zamazenta. Zacian. Niet Lucian. Listen. Ben, ik vind ze allebei wel iets hebben, maar ik vind ze te veel Digimon eigenlijk. Hij wil protect the sheep. Ja, maar dat is vaak wel. STS-Van. Ja, steeds vaker. Ja. Ik vind wel leuk dat ze net de gyms nu zoveel voller zijn dan in Let's Go. Ja, drie mensen. En het zijn locals. En het is nu echt veel meer ook onderdeel van de lokale cultuur. Ja. Eerst was van, mooi. Oh ja, gym. En dan voor de rest doet iedereen alsof ze niet bestaan. Maar nu is het echt van, oh, gym. Pokémon trainen. Wow, wat zijn die populair en shit. Oh, ze kunnen net niet rondkomen, want ze verdienen geen geld. Wow. dat moet toch allemaal state-funded zijn? Ja. Dat is te veel. Dat was dus een game theory. Als je volgens mij met het geld wat je verdient in een Pokémon game omgezet naar real-life currency, kom je daar echt, dat is echt minimumloon of zo. Als je dat omrekent. Ja. Dog with sword. Yes. Yes. En voor de andere hebben we Blue Solgaleo reskin in als wolf. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Lijkt wel echt verdomd veel. Okay. You know, to discover I'm just gonna help the comparison here. The galaxy. Okay. Called Zacian and Zamazenta. Okay. Zamazenta, look this frame, and now we add a new tab, and then we type in Solgaleo. Afbeeldingen. Kijk, we do this. Waarom is de port? Ja, nee, hetzelfde. Waarom doen we dat eigenlijk in de Minecraft Garbage Server chat? Oh, geen idee. Who care? Fucked up. Er is geen Pokémon Garbage talk. En niemand speelt helaas meer Minecraft. I play sometimes. Heel snel gegaan, hè? Eerlijk, look. Dat is balen. Zoek de verschillen. Look. Ja, nee, dat is wel waar. Welke chat heb je ze neergezet dan? Nergens anders. Waar? Hij zit op stream. Op zijn stream. Oh. Ik zit zijn stream te kijken. Met geluid een screenshotje. Uit. Zoek de verschillen. Jezus.
I mean, this is a lion and this is a doggo, so I guess. Als je ze echt naast elkaar zet, dan zie je dat wel heel veel verschillen, maar... Ja, ja, ja. Ze hebben dezelfde vorm en een beetje dezelfde dingetjes. En dat komt ook door dat schild. Ja, maar dit is meer een wolf. Dit is meer wolf in plaats van leeuw. Ja, het schild en het hoofd van Solkaleo. Zacian en Zamazenta will play in the story. Het schild let er echt heel veel op. Ik heb wel zoiets van... I hope you enjoyed today's Pokémon Sith. Het ziet er uit als een jonge wolf, en dan Zamazenta heb je echt een hele oude... Dat is een Dark Souls, toch? Ja, dat is die wolf van Dark Souls. Ja, Sif, ja. Die vind ik juist wel cool. Yep. Het zal me ook niet verbazen als ze ook door direct. Letterlijk door of die course, wolf, of zeg maar, een gegeven af zijn. Als hij een rolmechanic heeft, dan is het klaar, hè? Rollout. 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 Er is een roll mechanic. Defense roll naar rollout. Wake up, sheeple. Woeloo. Woeloo is vind ik geweldig. Ik ben benieuwd of wat voor evolutie die krijgt. Ja, maar ik vind hem wel leuk. Eén grote ram. Ik denk iets van een ram of zo. Want hij heeft al hoortjes. Ik bedoel, kijk hier naar. Kijk hier naar. Sonia, though. Ja, ik zie het ook in de Squisters chat. Ja, de local lesbian gaat even los. Zo? Look at dit. Oh, fucking hell. Oh, ja. Damn, girl. Ik open het dan los te nemen zo. Oké, I kind of agree with her, though. It's a redhead. It's a redhead. Like. It's so... Damn, son. Oef. Damn! Hij niet gelijk geilen erop, hè? Nou, we're not gonna lie, she pretty hard. I tap that. Tap anything because you're desperate. Oh. Hey, FBI, open up. Hold up. Hij is tenminste volwassen. Is she? Shit, it's Nintendo, we don't know. We don't know. Rule 34, dit is geen Rule 34, dit is gewoon een reactie. Volgens mij is Skyla ook eigenlijk maar iets van 14 of zo. Ah, stop! Wouter, stop! Wouter, hou je mond. Ga terug naar je Rule 34 pagina. Hey, wat is het? Serena is toch ook 11 of zo? Zal wel. Ik weet niet wat voor groeispurten ze hebben op een negende in die wereld, maar dat klopt niet, hè? Volgens mij worden die gewoon bij 14 volwassen. Fucking Japan. Leon, nee, je weet het zelf. Oké, sure. Wat wil je zeggen dan? Even deze copy link to tweet. Als je kijkt naar de UI in het spel zelf, het ziet er wel cool uit, die foto's. Let me open this. Oh ja. Yeah. Is dit een hele thread of? Dit ziet eruit als gameplay, hè? Ja. Esper. Oh, protect. Wat? See hoe clean het eruit ziet. Dat is clean, ja. Ook gewoon hoe weinig, ook gewoon die kleine pokeballs linksonder. Het is gewoon heel clean. Ja. Nu al, en het is nog niet eens final. Maar ik hoop dat het wel een beetje... Nou, als het in november uitkomt, is dit toch redelijk final. Dit is al redelijk final, ja. Maar dat zeiden ze ook. Het stond in een scherm tijdens het filmpje. Niet final footage. Nee, footage dat moet er altijd buiten. Dat is alleen voor die letter. Want als ze één pixel aanpassen, dan gaan we... Riet, niet hetzelfde! Weet je wel? Maar heb je dat gedaan? Dat was ook zo bij de starters. Dat is precies hetzelfde als dat. Ze hebben nu weer official artwork van de starters released. Wat eigenlijk niet veranderd is. Maar het is nieuw artwork ten opzichte van de oude artwork. Het ziet er niet anders uit. Kan wel. Ik zal zo meteen wel op Twitter gaan lezen. En kijken Shake a tree until the balls fall out. Ik vind hem wel leuk. Oh ja, baggies zijn terug. Nieuwe bestjes, ja. Ja, wat kan je ermee doen? Opeten. Ja. Protect the sheep. Oh my god, look at this. Maken. Ik bedoel, je hebt die baggies waarmee je EV's weghaalt, zodat je makkelijker kan EV trainen. Yo, kijk naar dit tweede plaatje en zeg dan protect with your life. Die heb ik al ingezet, man. Whatever. Protect some more. Ja. Oh, die Leon had gestuurd, die is ook echt echt, die is nog leuker. Het zijn twee plaatjes, Wouter. Goed zo. Ah. Ik zie maar één plaatje. Assets. Die eerste, die tweede, die heb ik gestuurd inderdaad, en dan de eerste die je hebt, die is... Deze ook, de artwork van Grookey. Grookey die zo leuk. Met stok aan het rammen is. Scorbunny being Naruto. En Sobble being sad. Ja.
Naruto fuckboy. Ja, maar keuzes gemaakt. In dat opzicht maakt het wel sobbel wel iets minder. This is what I meant with. Hey, this is woelululu. I left a sad Pokemon. Ja, ja, ja. Good shit, good shit. Denk je dat hij erover gaat? Marleen heeft dat een hele goede tweet geretweet. What happens when a Dynamax Pokémon uses Minimize? Ah, dat moest iets meer doen. Let's see. Ik vond hem heel leuk. Oh ja. Yeah. What happens when a Dynamax Pokémon uses Minimize? FBI, open up! FBI, hold up! Ik krijg zo'n tweet van Harvard. Sup, you want a scholarship, bro? Ja, inderdaad. FBI, open up. Oh, there it is. Oh, what is this? Hatsune Wule. So cute. Hatsune Wule? Hatsune Wulu. Oh god, ik ga hem maar even tikken openen. Blue met Squester Sail. I liked it. Hatsune Wulu. Protect with life. Oké, okay, er is zo'n gast die... Als hij streamt, dan heeft hij, als er een shout-out wordt gedaan vanuit de stream met bits, dan heeft hij daar een Quagsire die keihard gaat schreeuwen. Dus die heeft hij nu weer een nieuwe gif gemaakt van die gigantische Quagsire. En dan heeft hij de schreeuw overheen gezet. Ik weet nu wat ik moet doen voor bits. Wouter, je hebt me nou nu net een idee gegeven wat ik kan doen voor bits. Doe het. Ben ik Kono? Ja, doe het. Doe. Doe, doe, doe. Voor bits. Hier. Wat is dit? This is good shit. That's just... God, here we go. Dit is perfectly... Dit is r/ perfectly cut screams. Dit is zo mooi. It can only be caught after you defeat them. I can keep so watching this, and it blijft ja, mooi. Ja, dit is zo mooi. AAAAAAAH! It can only be caught after the match. It can only be caught after the match. Oh, hij is zo mooi. Dat is mooi. I need to stop before I lose it. Already losing it. Ik hoor het. Detective, Pikachu, Ludicolo. Videos that keep on giving. Ludicolo loop 1 minute. I can stop whenever I want. Ludicolo. Are just choices. Another round, extra shot, black as night. Thank you, sweetie. Ook die van Eddie Bo, die is ook ik kijk niet naar de stream, dus ik zie het niet. Ludicolo, die heeft gewoon 1 minuut gehad. Ludicolo! Twan, wat je wel moet doen... Hij pakt het niet goed. Wat je wel moet doen voor jouw stream... Ja. Als iemand subt... Ja. Moet je de animatie doen van die Pokémon trainer die mega Pokéball yeet. En dan? Oh ja. Ja, sure. Yeet en dan valt het sub dingetje in zijn glaasje. Dat is waar die bits ook af en toe invallen. Zo'n, ja, zo'n glas. Ja, maar ja. Dan valt het op dat het glas veel te leeg is. Oh ja. Ja, true story, true story. Detective. Pikachu. Ik kan niet typen. Pikachu. Ludicolo. I just want to see. Dat is gewoon de trailer. Ja. Holy shit. De website van Cerebi is maxed out. Niemand kan er meer bij. Ja. Lol. Ik merkte het al. Poké rap, but every Pokémon is Ludicolo. Yes. Steve okay, guys, we gotta de graphic design van dit van Ludicolo. Eigenlijk zo'n Gucci Canonic die has 3 arms nou. Vanwege die nieuwe official art. Wouter, dit moet je even zien. Waar? Dat van de Discord. Dat is van de Discord. It is so low hanging fruit. So I love it. Low. It's such low hanging fruit. Oh, I love it. It's so easy. You can't decide if it's the best or the worst thing I've ever